Vandaag is in de wijk Onderdijks de officiële kick-off van het project Polaris. Al twee keer eerder kon de jeugd kennis maken met de activiteiten van Polaris in de wijk Onderdijks. Nick Rijn, wat is Polaris? Ja, Polaris is een jeugdvereniging. We zijn als vereniging ook opgestart. Die eigenlijk bijna hetzelfde als scouting doet, maar net even meer met een gewaagde randje. Dus iets wat actiever. Iets wat meer echt 2.0 dingen die normaal niet bij scouting kunnen. Waaruit bestaan die activiteiten? Ik zie hier van alles op de achtergrond, maar wat doen jullie precies? Nou, onze motto is eigenlijk voornamelijk buiten zijn. We zitten ook in de wijk Onderdijks gevestigd. Dus een nieuwe wijk, veel nieuwe jeugd. We proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan, actieve activiteiten te doen. En ook veel ondernemers daarbij te betrekken. Dat betekent niet dat de kosten daardoor hoger worden. Maar we proberen zoveel mogelijk hand- en spandiensten te kunnen verrichten bij die ondernemers. Waardoor we ook zelf wat terug kunnen krijgen daaruit aan activiteiten. Je hebt het al een klein beetje uitgelegd, maar wat is de achterliggende gedachte? Kinderen moeten nog actiever worden? Ja, weet je wat het is? Nog actiever? Kijk, dat is altijd een vraag in dit tijdperk. Er is heel veel achter de computer, veel achter de PlayStation. En wij zien eigenlijk dat die kids niet meer met elkaar communiceren. Niet meer leuke dingen met elkaar doen. Vroeger ging je knikkeren, vroeger ging je dingen ondernemen met elkaar. Nou, dat is allemaal niet meer zo. Dus daarom zijn we dit aan het doen. Het is volgens mij niet alleen actief zijn, je probeert ze denk ik ook wat mee te geven, toch? Ja, wat we ze eigenlijk mee proberen te geven is een stukje teambuilding, een stukje samenwerken. Nou, we hebben twee verschillende leeftijdsgroepen, de ontdekkers en de pioniers. Dat heeft met leeftijden te maken, dus 7 tot 12 en 12 tot 16. En daar proberen we eigenlijk een stukje opvoeding mee te geven wat ze buiten normaal niet krijgen. Als ik zo om me heen kijk, dan is het toch wel aardig populair. Je hebt hier denk ik een man of 30 op dit moment al? Ja, 35 hebben we er momenteel. Vuur maken, gaven spellen, kamperen, je kan het zo gek niet bedenken. Maar wat doen jullie bij Polaris nou echt niet? Wat we echt niet doen is binnen zitten. We willen zoveel mogelijk buiten zijn. Nou, onze uitvalslocatie is Villa Nova. Dat is een school van Stichting Ook. Nou, daar mogen we in zitten. Hè. Dat kunnen we afhuren. Nou, wat we dus echt niet doen is binnen zitten, maar dat is puur voor de wc's. En zoveel mogelijk lekker buiten zijn. Dat is eigenlijk wel het idee. Dit is natuurlijk ideaal. Hè? Het zonnetje schijnt niet, maar het is prachtig droog. Temperatuur is goed, lekker buiten bezig. Maar ik kan me voorstellen dat er in de winter ook het een en ander georganiseerd moet worden, toch? Ja, een winterbivak, winterkamp. Juist rond kampvuur, mooi met die kids op pad gaan. In de winter is er ook genoeg te doen en we kunnen onszelf wel wat aankleden. Hè? Alleen in de wijk Onderdijks of gaat het ook uitgebreid worden? Nee, we zitten voornamelijk in de wijk Onderdijks. Waar wij een beetje op mikken is eigenlijk alles uit de hele stad. Dat maakt ons op zich niet heel veel uit. Maar wij blijven hier gevestigd. Maar er kunnen dus wel kinderen vanuit andere wijken hier naartoe komen om zich in dit geval op te geven voor Polaris. En hoe gaat dat gebeuren? Hoe moet dat gebeuren? Ja, absoluut kunnen ze vanaf andere wijken ook gewoon komen. Kijk, dit gebied is groot zat. opgeven, hoe kun je dat doen? Dat kun je via de site doen, www.polariskampen.nl. Of dat kun je via Facebook doen, Polaris Kampen. Nou, we zijn eigenlijk heel actief met Facebook. Daar proberen we ook goede foto's op te zetten, leuke verhalen van wat we nou eigenlijk doen. En dan blijven we ook in de opkomsten volhouden. De opkomsten zijn dus vrijdagavond en zaterdagmiddag. Vrijdagavond van 6:30 tot 9:00. Dat is voor de oudere groep. En voor de jongere groep is dus voor zaterdag van 2 tot 4. Polaris, een leuke club, enthousiastelingen bij elkaar. Als ik zo zie, hoef je over vrijwilligers niet te klagen, denk ik. Nee, we hebben momenteel genoeg vrijwilligers. Maar we kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Des meer handen we hebben, des lichter het werk maakt.